Sportpark De Bongert in Barendrecht is het thuisdecor voor de ploeg in rood en wit. Barendrecht tegen VVSB dat de aanval zoekt en hier tot een geweldige goal komt. Was getekend Frans van Niel. Het is de 19e minuut van de wedstrijd en VVSB op een 1-0 voorsprong. VVSB vorige week nog gelijk spelend tegen FC Lisse. En hier is doelman Van Splunter kansloos. Dan is het aan Barendrecht. Dat won vorige week bij de treffers. Dat was verrassend. Maar vervolgens verloor het ook twee keer van Linde en Rijnsburgse Boys. Hier is de gelijkmaker. Jawel, het is de 43e minuut. En Ramir Salem op de voorzet van Jeffrey Aarts werkt hem binnen achter Rinus Valk. Die is geslagen. En dan is het Barendrecht dat weer op gelijke hoogte komt. De tweede helft met de poging van de Rijk. Dan is dit Bekooi. De topscorer van de ploeg van VVSB. Maar Bekooi krijgt hem er niet in. Vorige week was hij wel succesvol. Barendrecht dan. De lopende man. Is daar Monster. Danny Monster. Maar de bal gaat ruim over het doel van VVSB. Doelman Ruben Valk. Schenning weet dat er weer een gelijkspel zit aan te komen. Of wordt het erger? Nee, want Barendrecht krijgt die bal er niet in. En dus blijft het 1-1, wordt dat de eindstand. En heeft Schenning weer slechts een gelijkspel met zijn ploeg. Goochelaars die geven nooit prijs wat voor geheim er achter hun trucje schuilt. Hoe zit dat bij zo'n toverstukje als bij jouw doelpunt? Ja, dit is iets wat ik wel vaker doe, hoor. Zo'n keeper, je weet, als hij wat verder van het doel is, als ze voor een doel staan. En op training probeer je het. En ik hoorde net al jongens zeggen, echt een trainingsgoal die je maakt. Maar ja, het is gewoon een intuïtie. Welk gevoel overheerst na de eerste vier wedstrijden bij jou? Teleurstelling. Ik denk dat je, als je 12 punten had uit 4 wedstrijden, was het niet eens gek geweest. Dus ik zeg, nu heb je de 4. Dus ja, dat is een lichtelijke teleurstelling. Maar ja, je bent 4 wedstrijden onderweg en ik denk dat je nog... Je mag je geen zorgen maken.